afgelopen week kwam naar buiten dat jullie de optie van Danny Holla niet gaan lichten. Ben je daarvoor gaan liggen toen dat bekend werd? Nou ja, ik heb wel duidelijk aangegeven dat Danny een hele belangrijke speler voor ons is. Voor een club als ADO is. Maar het is altijd tweeledig. Danny heeft ook zijn ambitie uitgesproken. Nou, de club heeft zijn punten aangegeven. Ja, dat kan ik wel voor gaan liggen. Maar voor beide heb ik begrip. Dus ik vind het ook niet dat ik daarvoor moet gaan liggen. Het zijn volwassen mensen. En met allemaal dezelfde ambitie. En in principe moeten we kijken of we dat bij elkaar kunnen krijgen. Maar ik vind wel dat je allemaal van jouw kant af moet kijken wat het beste is. Aan de ene kant voor de club. En wat het beste is voor Danny Holla zelf. Maar goed, ik kan ook begrijpen dat je vanuit jouw perspectief bekijkt dat je Danny Holla er graag bij hebt volgend jaar. Ja, maar dat zeg ik. Dat heb ik uitgesproken. Dat Danny voor ons wel een hele belangrijke speler is. Maar dan nog moet je als club, ongeacht welke of wie de trainer is, moet je kijken naar wat het beste is voor de club. Verwacht jij dat jullie er nog uitkomen met hem? Nou ja, ik heb goede hoop dat wij in gesprek kunnen gaan. Ja, want nogmaals, ik ben ervan overtuigd dat Danny gewoon van heel veel waarde kan zijn voor zeker de jonge jongens die er ook weer dadelijk bij komen. Hij oogt steeds fitter, voor mijn gevoel. Dus het zou voor mij wel heel veel waarde hebben. Dat geldt misschien ook wel voor Coutinho, denk ik. Ja, het is eigenlijk hetzelfde verhaal. Maar beide hebben nogmaals de ambitie uitgesproken van we willen toch nog even kijken. En ik denk dat we allemaal moeten waarderen dat sporters ambities hebben. En voor het hoogst mogelijke willen gaan. En ja, dat kan ik alleen maar waarderen. En aan de andere kant is het dat wij natuurlijk ook wel zorgvuldig kijken wat voor ons mogelijk is om eventueel te halen. Want de schaduwlijst komt nu naar voren. Ja, daar zijn we wel keihard mee bezig natuurlijk. Er waren natuurlijk een aantal namen al. Alleen je bent ook afhankelijk van hoe zij erin staan. Op die lijst staan er ook spelers waar ik al enigszins contact mee heb gehad. Maar die duidelijk ook aangeven. Ja, mijn ambitie ligt in het buitenland. Ik wil wat geld binnenhalen. Ja, ook dat is een gezonde ambitie. Goed, jouw ambitie kan toch ook zijn dat je die jongens wil behouden? Ja, maar kan jij dan toch hard voor maken en er dan toch echt voor gaan liggen? Nou, volgens mij heb ik toch al aangegeven dat ik ze... Je respecteert dat. Maar ik kan me ook voorstellen dat je ze er graag bij hebt om jouw ambitie om misschien volgend jaar in het linkerrijtje te eindigen te verwezenlijken. Ja, maar kijk, ik ben niet een persoon om te gaan vechten, bij wijze van spreken. Ik ben een persoon die met argumenten probeert men te overtuigen van dat het me wel verstandig lijkt, ja. Maar goed, ik moet ook kijken naar wat de mogelijkheden zijn van de club. En ondertussen, moet ik Holla ontvoeren en zeggen van, ja, dat kan. Maar ja, nogmaals, het moet van beide kanten zo zijn, de overtuiging om met elkaar door te gaan. Nou, op dit moment heeft hij aangegeven van, nou, ik wil nog even kijken. De club heeft aangegeven, nou, we kunnen opnieuw praten over een nieuwe aanbieding. Nou, daar moeten we uitzien te komen en daar ga ik wel heel veel moeite voor doen. Maar ik ga niet mensen bij hun haren sleuren om dat voor elkaar te krijgen. Ik wil een zo goed mogelijke selectie hebben en dat is duidelijk. Dus het is ook een stukje eigenbelang.